Goedemorgen, lieve broers en zusters, en welkom bij deze nieuwe dienst van gemeente Beth Shalom. We doen het vandaag weer helemaal online, met andere woorden vandaag ook nog geen fysieke dienst, maar later daar bij de bekendmakingen meer daarover, over de fysieke diensten tenminste. Als je ook nog via Facebook bent aangesloten of via Zoom, heel hartelijk welkom. Het thema van vandaag is de transformerende kracht van vergeving. Daar zal ik zelf op ingaan vandaag in de preek. Een heel mooi thema, eerlijk gezegd. En ik ben blij dat u daar bent. Mag ik u voorgaan in gebed en de dienst opdragen aan de Heer, zodat we allemaal toch zo'n ontmoeting met Jezus Christus, onze Heer en Heiland, kunnen hebben. Mag ik u voorgaan in gebed. Vader in de hemel, wij prijzen u. Wij eren en aanbidden u. Wij danken dat u leeft. Wij danken u, o Vader, dat u onze God bent. U zegt in uw woord, o grote God, dat u wil dat niet één ziel verloren gaat. Uw hart gaat zo enorm uit naar de mens. Niet alleen voor de zorg voor ons vandaag hier in deze wereld, maar boven alles om ons een plek bij uw Vader te geven in de eeuwigheid. Wij danken u daarvoor. Vader, wij danken u dat u een vergevende God bent. En we zien wat het uitwerkt in ons leven wanneer wij vergeving ervaren van u. Wij prijzen u, Vader, als er mensen zijn in ons midden die lijden, die het moeilijk hebben. Zij dat het is vanwege ziekte of emotionele pijn, verdriet. Wat het ook mogen zijn, o grote God, wilt u troost geven. En vrede en rust. En Vader, mag vandaag weer door alles dat wij doen van zang en gebed en samenkomen via de breakout rooms en het woord, dat wij allen weer u mogen zien voor wie u bent. Een liefdevolle, genadige en heilige God. Leid ons met uw geest, o Vader. Wij prijzen u, wij eren u. In Jezus' machtige naam. Amen. Een gezegende dienst, familie. Laten we met elkaar enkele liederen zingen en dan gaan we naar de boodschap. God zegen.
souls in need of rest. Come your words of comfort and of hope. I see your face always smiling back at me, a stream of light shining straight to the heart. Child of God, child of enthroned above.
I stand in awe of you. Wat een geweldige manier waarop vertolkt is de grootheid van de Heer. Laat me met u mijn screen share, de presentatie naar voren halen. Want vandaag gaan we praten over de transformerende kracht van vergeving. Of zelfs vind ik het een heel mooi thema. Dat als we kijken naar heel de Bijbel, eerlijk gezegd. Heel de Bijbel komt het thema van vergeving aan de orde. Want u weet dat al heel vroeg. Nadat God Adam en Eva gemaakt heeft. En ze in de hof van Eden waren. Zonder zonde. Dat op een gegeven moment, zeg maar, de zonde haar intrede doet. En dat God al heel gauw belooft dat er herstel zal komen. En met Jezus Christus is op een gegeven moment het herstel gekomen. En dan door Jezus Christus kunnen we vergiffenis van zonde ontvangen. De Bijbel praat over vergiffenis, herstel met God zelf. Van de relatie met God. Er zijn drie voorbeelden vanuit de Bijbel die ik even wil aankaarten voordat ik ga tot het hart van mijn boodschap. Maar in Lucas 7 staat het verhaal van, zeg maar, de liefde van de zondares, zoals het werd genoemd in de NBV-vertaling, in de kop, zeg maar. En dan is er een dame die hoort van Jezus Christus. En u weet, op een gegeven moment als Jezus Christus wonderen doet, dan gaat het verhaal over Jezus zo rond in Israël. En hij is in een van de steden. En deze vrouw, van wie wordt gezegd de zondares, kennelijk was ze bekend als een vrouw die in publieke zonde leefde. Die, waarvan dus iedereen van op de hoogte was. Die komt bij Jezus. Want Jezus is uitgenodigd door een fariseer om bij hem te gaan eten. En als Jezus bij de fariseer is, dan komt deze dame. En Jezus zit op de vloer, zeg maar. En zij hangt over hem heen en ze traant. En de tranen vallen op de voeten van Jezus Christus. En deze mevrouw gaat en ze droogt de tranen met haar haar. En ze kust de voeten van Jezus Christus. En ze had dure zalfolie meegenomen die men normaal gebruikte om het hoofd te zalven. En ze zalfde de voeten van Jezus Christus. En eigenlijk drukte ze uit de liefde die ze ervoor, dat er eindelijk iemand was die haar begreep. En die een man van vergiffenis was. Iemand die kon kijken in het hart van deze vrouw en een boodschap van vergeving, van liefde verkondigde. En ze werd aangetrokken door Jezus Christus. En ze komt tot berouw en inkeer. Het doet haar iets om, zeg maar, in contact te komen met de boodschap en de persoon van Jezus Christus. De transformerende kracht van vergeving. Wat vergeving, in contact komen met God en vergeving uitwerkt in ons leven, vind ik heel mooi vertolkt in het leven van deze vrouw. Maar neem ook Zacchaeus. Zacchaeus was een hoofdtollenaar. En dat betekent, de tollenaars waren in dienst van de Romeinse overheersing, van de Romeinen, en ze moesten belasting innen bij bij de Joden, in dit geval dus. Maar ze persten de Joden ook af. Met andere woorden, als bijvoorbeeld de Joden 10 SRD moesten betalen, dan vroegen ze soms 13. En 3 SRD gingen in hun eigen zak. Dus ze persten de Joden ook wel af. En daardoor werden ze rijk. En je zag, Jezus was een van de hoofdtollenaars. Dat was de man van hun. Dus hij was een rijke man. En Jezus kwam in de stad, in zijn city, in zijn dorp. En hij liep en mensen volgden hem, een grote scharen volgden hem. En Zacchaeus dacht, ik wil deze man zien. Maar hij was zo kort dat hij een vijgenboom inklom om Jezus te zien. En hij zegt, Jezus, van Zacchaeus, kom naar beneden. Ik wil bij jou vandaag thuis zijn. En hij komt bij Zacchaeus. En mensen vragen zich af, hoe kan hij bij Zacchaeus komen? Dat is juist de gehate figuur, de zondaar. En Zacchaeus wordt zo geraakt door de liefde van Jezus, dat Jezus hem had uitgekozen om bij hem thuis te komen eten. En Zacchaeus zegt van Christus, weet je wat?
Ik geef de helft van mijn vermogen weg. En by the way, als ik mensen heb benaderd, vergoed ik ze viervoudig. De transformerende kracht van vergeven, dat hij vergeving ervaart van Jezus Christus. En hij zet het om in daden, om de helft van zijn vermogen, waarvan hij weet dat een groot deel oneerlijk is verdiend, terug te geven aan de armen en de mensen die hij benadeelt, die viervoudig terug te betalen. De ontmoeting met Jezus Christus laat hem niet koud. En dan nog één, zo'n persoon in de Bijbel. De Samaritaanse vrouw. Jezus komt bij, hij moet Samaria gaan. En hij komt bij de put. En zijn leerlingen zijn naar de stad en hij is daar bij de put. En een vrouw komt om water te putten. Zo ging dat. Vandaag doen we de kraan open en we krijgen water vanuit SWM. De mensen moesten toen in die tijd naar de put gaan om water te halen. Water te halen om te drinken, maar ook om hun kudde te laten drinken. En deze vrouw komt om water te putten. En Jezus gaat met haar in gesprek. En op een gegeven moment zit Jezus dwars door haar heen. En op een gegeven moment komt het gesprek op haar echtgenoot. En ze zegt, ik heb geen man. En dan zegt Jezus Christus, ja klopt, daar heb je waarheid gesproken. Want de man die je niet hebt is niet van jou. En by the way, je hebt er 6 gehad en de ene die je nu hebt is niet van jou. En ze denkt, hoe weet deze man mijn verhaal? En ze wordt zo gegrepen door Jezus Christus, door zijn weg. En op een gegeven moment gaat ze ontdekken, doordat Jezus Christus zich presenteert als de Messias. En ze wordt geraakt door de ontmoeting met Jezus Christus. En het laat haar niet koud. De transformerende kracht van vergeving. Ze wordt geraakt, ze wordt gegrepen. Ze ervaart de liefde en genade van Jezus Christus. En ze gaat de stad in en ze denkt, dit kan ik niet voor mezelf houden. Dit moet ik delen met iedereen. Ze gaat iedereen vertellen van, wacht eens even, ik heb een man haar ontmoet. Hij moet de Messias zijn. Vandaag gaan wij stilstaan bij 3 personen in het verhaal. En dat ga ik lezen uit de brief van Paulus en Timotheus aan Philemon. En dan gaan we stilstaan bij 3 figuren. Paulus, Philemon en Onesimus. En dan gaan we kijken wat de transformerende kracht van vergeving betekent in het leven van al deze 3 mannen. En dan eigenlijk is mijn vraag dat u steeds kijkt van waar sta ik? Waar staat u? Waar sta ik? Wat zie ik aan kracht in mijn leven als gevolg van een ontmoeting van Jezus Christus? Wat werkt het uit in mijn relatie met hem en met anderen? Laat me eerst de achtergrond schetsen. Nou, het gaat om Paulus, Philemon en Onesimus. Paulus komt na zijn 3e zendingsreis komt hij in Jeruzalem aan. En in Jeruzalem is er een aantal mannen dat zegt van, hey, weet je wat, Paulus heeft niet Joden gebracht in de tempel en dat mocht niet, want alleen Joden mochten de tempel ingaan. En ze beginnen het verhaal te vertellen van Paulus heeft niet Joden gebracht in de tempel, eigenlijk om onrust te zaaien, zodat Paulus eigenlijk in een kwaad daglicht wordt gesteld. En op een gegeven moment komt er zo'n gigantische onrust, want voor de Joden was het een big thing. Hoe kun je niet Joden brengen in de tempel, ons heilig huis? En de onrust wordt zo groot, dat de Romeinen op een gegeven moment Paulus gevangen nemen. Want Jeruzalem, Israël, stond onder Romeinse overheersing. De Romeinen hadden in die tijd zoveel landen onder hun controle, onder hun heerschappij. En Israël was er één van. En voor de Joden, voor de Romeinen was het belangrijk dat er geen onrust zou zijn in hun landen die ze overheersten. Dus ook niet in Israël. Dus toen er onrust kwam vanwege het verhaal dat Paulus niet Joden in de tempel had gebracht, kwam er zo'n grote onrust dat de Romeinen dachten van moeten afrekenen met die Paulus. En ze nemen hem gevangen. Op een gegeven moment moet Paulus in Jeruzalem en in Caesarea, moet hij voor de Joodse leiders, maar ook door de procurators, dat zijn de mensen die in opdracht van de Romeinen een stukje beheersing en besturing op zich namen voor in de provincies van de Romeinen, waar Israël één van is. En voor koning Agrippa moet hij zichzelf verdedigen. En uiteindelijk, in Handelingen 25, vers 11 staat er, zegt Paulus, ik beroep mij op de keizer. Omdat Paulus, behalve dat hij Jood was, had hij ook het Romeins burgerschap.
En als Romeinse burger zou je kunnen zeggen van oké, ik laat me niet berechten in Israël, maar ik mag een beroep doen op de keizer, dat de keizer recht gaat spreken over mij. Dus Paulus zegt, ik beroep mij op de keizer. En wanneer hij dat doet, dan kunnen de mannen niets meer dan hem, zeg maar, erkennen zijn Romeins burgerschap en zeg maar zijn Romeins burgerrecht, dat hij zich bij de keizer mag gaan verantwoorden. En Paulus wordt dus, zeg maar, vanuit Israël gebracht naar Italië, naar Rome toe. In Rome wordt hij 2 jaar in huisarrest gezet en hij mag gasten ontvangen. Met andere woorden, hij gaat niet direct de gevangenis in. Hij zit 2 jaar in huisarrest, kunt u in Handelingen 28 lezen. Maar het huisarrest was zodanig dat hij een huis heeft gehuurd en mensen mocht ontvangen. Die met wie hij vele met het evangelie meegedeeld. En de Joodse leiders kwamen en anderen kwamen bij hem. Hij deelde het evangelie. Maar hij was in huis en schoon in een huis. Maar er was wel een Romeinse bewaker, zeg maar, voor zijn huis. En ongeveer 60 na Christus in Rome is hij als martelaar gestorven, zeg maar. Dat is Paulus. Dat is de achtergrond van Paulus. Wanneer Paulus daar in Rome zit in huisarrest, dan komt Onesimus bij hem op bezoek. En Onesimus was een slaaf van Philemon. Philemon woonde in Colosse. En hij bezoekt Paulus en komt tot geloof. Ik zei al, mensen die kwamen bij hem, deelden het evangelie mee. Dus ook Philemon komt bij hem, die is weggelopen. En Onesimus komt bij hem, die is weggelopen van Philemon, zijn slaaf-eigenaar. En hij komt bij Paulus en komt tot geloof. Maar Onesimus wordt een hele goede vriend van Paulus en hij zorgt voor Paulus. Want Paulus mag natuurlijk de straat niet op. Dus ik kan me voorstellen dat hij misschien boodschappen haalde voor Paulus. Of boodschappen bracht aan mensen voor Paulus. Hij zorgde voor Paulus in die tijd. En Paulus had enorm veel aan Onesimus. Paulus had natuurlijk wel voor een dilemma. Hier staat, heb ik geschreven, verdediging. Christendom is geen bedreiging voor Rome. Versus opvangen van Onesimus. Nou, Onesimus was weggelopen van Philemon. En eigenlijk was er een wet onder de Romeinse overheersing. Dat als iemand, als een slaaf was weggelopen en iemand hielp hem daarbij. Of gaf hem onderdak. Dan zou zo iemand enorm beboet worden. Hij zou een schadevergoeding moeten betalen. Nu als Paulus hier Onesimus komt, die is weggelopen van Philemon en hij biedt hem onderdak. En eigenlijk moet Paulus zich ook gaan verdedigen bij keizer Nero om te laten zien. Wacht eens even, het christendom is geen bedreiging voor Rome. Is geen bedreiging voor de Romeinen. Nu wil Paulus zich gaan verdedigen bij keizer Nero. Het christendom is niets mis mee. Het is geen gevaar voor Rome. Maar tegelijkertijd gaat hij wel in tegen een regel met betrekking tot de verhouding van slavenmeester en slaaf. En toch kiest hij ervoor om Onesimus op te vangen, om hem het evangelie mee te delen en hem op te voeden. Ogenblik, alsjeblieft. Dat is Onesimus. Dan gaan we naar Philemon. Philemon was een slaven-eigenaar in Colosse. En de kerk kwam samen in zijn huis. Hij was een rijke man. Hij had verschillende slaven. En dan zegt Paulus in Philemon 7 onder andere van Philemon. Uw liefde heeft mij veel vreugde en troost gegeven, broeder. Want u hebt de heilige gesterkt. Met andere woorden, als je de eerste paar versen 5, 6, 7 leest en meer van hoe Paulus praat en schrijft naar Philemon, dan was dit een man die toegewijd was aan Jezus Christus en enorm veel betekende voor de heiligen in Colosse. Zijn huis was opgesteld voor kerk en mensen, zeg maar, sterkte en toerusten opdat ze hun wandel met Jezus Christus mochten ontwikkelen. Dat is dus die Philemon. Dat is dus de achtergrond. En dan ga ik met u de tekst lezen. En dan gaan we op de teksten ingaan.
Een smeekbede voor vergeving heb ik genoemd. We praten vandaag over de transformerende kracht van vergeving. Maar deze smeekbede voor vergeving is de smeekbede die Paulus schrijft recht naar Filemon. En daar staat er: ik zou u om een gunst willen vragen voor Onesimus, die tijdens mijn gevangenschap mijn kind is geworden. En daarmee bedoelt hij tot geloof in Jezus Christus is gekomen. Hij was u destijds niet van nut. Nu kan hij echter niet alleen mij, maar ook uw goede diensten bewijzen. Ik stuur hem naar u terug, hoewel hij me na aan het hart ligt en ik hem graag bij me gehouden had. Dan had hij namens u voor mij kunnen zorgen nu ik omwille van het evangelie gevangen zit. Maar ik heb zonder uw medeweten niets willen ondernemen, want u moet mij niet een gunst verlenen omdat ik u onder druk zet, maar omdat u het zelf wilt. Misschien hebt u hem korte tijd moeten missen om hem voor altijd terug te krijgen. Niet meer als een slaaf, maar als veel meer dan dat. Als een geliefde broeder. Voor mij is hij dat al. Hoewel, hoeveel te meer moet hij het dus voor u zijn. Zowel in het dagelijks leven als in het geloof in de Heer. Dus als u met mij verbonden bent, ontvang hem dan zoals u mij zou ontvangen. En mocht u hem hebben benadeeld of u iets schuldig zijn, breng het mij dan in rekening. Ik, Paulus, schrijf hier eigenhandig neer dat ik u zal betalen. Nou, voordat ik op de uitleg van dit schriftgedeelte inga, nog even iets over de achtergrond. Filemon was slaaf-eigenaar. Hij had slaven. Maar tegelijkertijd ziet hij dat hij een toegewijd christen was. En dan kon je zich afvragen, hoe verhoudt zich dat? Want als wij denken aan slaven, en als de slavernij zoals wij hebben gekend, dus, althans vanuit de historie, de wrede slavernij van de tot slaaf gemaakten die uit Afrika zijn gehaald, dat is niet de slavernij waar hier over wordt gesproken. In die tijd konden slaven werken op in de ondernemingen van hun eigenaren. Ze konden helpen in het huishouden. Ze konden onderwijs geven aan de kinderen van de slaven. Ze konden soms zelfs als persoonlijke arts van de slaaf-eigenaar optreden. Met andere woorden, het is niet dat wrede slavernij dat wij kennen vanuit de historie, zeg maar, een paar eeuwen terug, zoals dat gebeurd is, onder andere in landen als Suriname. Er waren echter toen ook wel enkele slaaf-eigenaren die hard optraden tegen slaven. Ze soms brandmerkten als ze weggelopen waren. En de Romeinse wet gaf toestemming aan slaven-eigenaren dat als zij een slaaf hadden die maar steeds voor problemen zorgde, konden ze ertoe overgaan om, zeg maar, zo'n slaaf te laten kruisigen. Echter, er waren vele slaaf-eigenaren die heel goed omgingen met hun slaven en het eigenlijk arbeiders in dienst waren van. En ze vaak na jarenlange goede dienst hebben bewezen, ze ook nog vrijheid gaven om, zeg maar, te kunnen gaan leven zoals ze het zelf wilden. Dat is dus ook de achtergrond van het slavengebeuren zoals het toen zich afspeelde. En nu dit. Nou, de transformerende kracht van vergeving. Er zijn twee dingen die we in oogenschouw moeten houden. En die we ook wel terugzien in het leven van Paulus, Filemon en Onesimus, waar we bij gaan stilstaan. Maar op de eerste plaats is de kruisdood van Jezus Christus. Die is zo geweldig gebeuren. Die mensen in staat stelt om vergeving te accepteren, te ervaren. De mens die geboren is in zonde en schuld. De mens zoals u en ik. Geen levensdoel hebben. Gescheiden zijn van God. Elk mens die geboren wordt, wordt in zonde geboren. Er is geen relatie met God. Er is geen gemeenschap met de Heer. Er is geen tussen God en mensen vanwege de zondeval. Jezus Christus komt en hij sterft aan het kruis. En de mens die zegt van,
Dank u, Jezus, dat u voor mij gestorven bent. Ik accepteer uw offer aan het kruis. Wilt u mij vergeven van mijn zonden? Die krijgt vergeving van zonden. Eeuwig leven. En een relatie met God en vrede. Het betekent dat zo iemand komt vanuit de duisternis en wordt geplaatst in het licht. En de transformerende kracht van vergeving begint te werken in het leven van zo iemand. Dat hij vrede en rust krijgt. En liefde en trouw, et cetera, et cetera. Alle mooie eigenschappen van Christus die zich gaan ontwikkelen in het leven van de persoon. En velen beschrijven het altijd, het is een verschil tussen nacht en dag. Vanaf het moment dat ik mijn leven heb gegeven aan Jezus Christus, toen gebeurden er dingen in mijn leven. Nou, een van de dingen die er toen gebeurde in mijn leven is, er is een broer van mij, Frits, die hij en ik vochten vaak. En ik weet, toen ik tot geloof was gekomen in Jezus Christus, ongeveer 2-3 weken daar, ik denk 2 weken daarna, kwam ik in de zitkamer. En ik weet niet meer wat ik had gedaan, maar hij was boos en hij wilde vechten. En voor het eerst wilde ik niet vechten. Met andere woorden, ook al had hij me geslagen, die dag had ik niet gevochten. En ik zei van Frits, ik wil niet meer met je vechten. Je bent sterker dan mij. En ik schrok, ik dacht hoe arm, ik ben zelfs, het was als een mokerslag. Dat is de grootste hit die ik hem ooit heb gegeven, want voor het eerst heeft hij gehoord toen, wat hij jarenlang had willen horen, namelijk dat hij sterker was dan ik. En dat ik respect voor hem moest hebben. En ik ging naar mijn slaapkamer nadat ik het had gezegd. En ik dacht van, wauw, Heer, wat doet u in mijn leven, jongen? U bent in mijn leven gekomen, dat merk ik nu. Maar wat doet u in mijn leven? Voor het eerst kon ik toegeven dat Frits sterker was. En kon ik mijn respect voor hem uitdrukken. Hij en ik hebben nooit meer ruzie gehad, nooit meer. En u en ik kunnen getuigen, als we in contact komen met Jezus Christus, gebeurt er iets in ons leven. Door de inwoning van Gods geest. Gods geest gaat dingen in ons leven beginnen te doen. Het is niet dat hij het buiten om ons doet. Sommige dingen doet hij buiten ons om. In die zin van dat ik dat op een gegeven moment aan mijn broer heb kunnen zeggen. Dat was puur wat God in mijn leven had gedaan. Maar tegelijkertijd bedoel ik daarmee ook. Dat wij open moeten staan. En 2 weken daarvoor had ik aan God gezegd. Leid u mijn leven. De transformerende kracht van vergeving. Van vergeving vragen aan Jezus Christus. En vergiffenis ontvangen. En de relatie met hem beginnen maakt ons tot een nieuw mens, zegt de Bijbel. Maar dat niet alleen. En vanuit de relatie met Jezus Christus, er staat in onder andere in Lucas 10 vers 27, heb de Heere uw God lief, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Met andere woorden, de transformerende kracht van vergeving in mijn leven brengt mij naar een stukje toewijding naar Jezus Christus en liefde voor Christus. En hem willen eren, hem willen dienen, hem willen gehoorzamen. En tegelijkertijd brengt het mij naar een stukje liefhebben van mijn naaste, van de mens om mij heen. Die 2 dingen gaan hand in hand samen. Met andere woorden, ja. Het liefhebben van mijn naaste is het gevolg van mijn liefhebben van Jezus Christus. Als het gevolg van het feit dat ik vergeven ben, getransformeerd word in de kracht van Gods geest. En mij nu uitstrekt om in de relatie met mijn naaste een goede relatie te hebben. Hem lief te hebben. De transformerende kracht van vergeven. Laten we gaan kijken, we hebben dat schriftgedeelte gelezen. Laten we gaan kijken wat het betekent in het leven van Paulus. Paulus deed het evangelie met Onesimus, vertelde ik eerder al. Onesimus komt tot geloof. Die woont bij Paulus in. Onesimus is kennelijk al lang blij, want hij is vanuit Colosse vertrokken naar Rome om daar te wonen. Of om tenminste weg te zijn van Philemon. Hij komt bij Rome. Hij geeft onderdak. Hij is bij Paulus. Hij komt tot geloof, verzorgt Paulus. En het is een hele leuke plek. En Paulus wil Onesimus bij zich hebben, want die betekent zoveel voor Paulus. Maar dan gaat Paulus zich op een gegeven moment 1 ding beseffen. Hij denkt, weet je wat? Onesimus is tot geloof gekomen in Jezus Christus. Maar eigenlijk, hij is vertrokken vanuit Philemon. Hij is weggelopen. Dus die relatie moet hersteld worden. En Paulus weet wat het betekent om wanneer je tot geloof bent gekomen in Jezus Christus, om relaties met mensen goed te hebben.
Wie toen Paulus op zijn eerste zendingsreis hadden hij en Barnabas hadden Johannes Marcus meegenomen. En halverwege de zendingsreis gaat Johannes Marcus terug. En op het moment op de tweede zendingsreis wil Barnabas Johannes Marcus weer meenemen. En Paulus zegt van nee, iemand die ons in de steek heeft gelaten, die gaat niet meer met ons mee. En daar scheiden hun wegen. En daar komt er eigenlijk een gedoe tussen Paulus en Barnabas en Paulus en Johannes Marcus. Wanneer Paulus deze brief schrijft naar Philemon, dan zegt hij, noemt hij een paar medewerkers aan het eind die Philemon ook de groeten doen. En dan noemt hij onder andere diezelfde Marcus. Met andere woorden, Paulus heeft op een gegeven moment ook met Marcus de relatie hersteld. En hij weet, als ik Jezus Christus ken en ik ervaar zijn vergeving, dan wordt er iets in mij ontwikkeld van kracht om ook anderen te vergeven en anderen in een goede relatie met anderen te staan. En Paulus weet ook. Hij zegt, als Onesimus is vertrokken, dan betekent het dat hij schade heeft berokkend aan Philemon. Met andere woorden, de kracht, de arbeid van Onesimus, die was er niet meer. Het heeft dus Philemon geld gekost. En dan zegt Paulus gaat zo ver dat hij zegt, en mocht Onesimus u, Philemon, hebben benadeeld of u iets schuldig zijn, breng het mij dan in rekening. Ik, Paulus, schrijf hier eigenhandig neer dat ik u zal betalen. Met andere woorden, Paulus gaat zo ver in het hele proces van faciliteren van verzoening tussen Philemon en Onesimus, dat hij zegt, ik ben bereid de boete te betalen, de schadevergoeding te betalen, de prijs te betalen van alles wat Onesimus jou schuldig is, Philemon. Nou, Paulus, die deelt de evangelie met Onesimus en discipelt Onesimus en denkt van, hey, weet je wat, Onesimus, het is niet alleen een geloof komen in Jezus Christus en halleluja, maar de relatie met Philemon moet hersteld worden. En hij neemt het op zich om Philemon een brief te schrijven. En hij zegt van eigenlijk, en dan voor Paulus is het eigenlijk een tweestrijd. Want aan de ene kant is het een hoofddoel, verzoening tussen Onesimus en Philemon. Tegelijkertijd wil hij Onesimus eigenlijk wel bij zich hebben, want die betekent zoveel voor hem. En tegelijkertijd weet hij van, hey, wacht even, er zal een schuld betaald moeten worden. En hij zegt, ik neem het op mij. De transformerende kracht van vergeving. Paulus is zich ervan bewust wat dat betekent. Omdat hij het zelf heeft meegemaakt ook en weet wat ook Christus van ons verwacht. Hoe zit het met Philemon? De transformerende kracht van vergeving in het leven van Philemon. En dan zegt Paulus, schrijft Paulus aan Philemon, ik zou u om een gunst willen vragen voor Onesimus. Ontvang hem zoals u mij zou ontvangen. Met andere woorden, vergeef hem. Als ik bij jou zou komen als Paulus Philemon, zou je me warm ontvangen? Ik wil je vragen om Onesimus ook wel warm te ontvangen. Ik stuur hem naar jou terug. Nu moet ik zich voorstellen. Philemon kon hebben gedacht. Er zijn zoveel slaaf-eigenaren. Die hun slaven onheus behandelen. Ik ben een christen-eigenaar. Ik ga goed om met mijn slaven. Ik zie ze als mijn arbeiders. Ik ga goed met hen om. Ik heb Onesimus niet slecht behandeld. En hij is van mij vertrokken. En eerlijk gezegd, een van mijn arbeiders is weg. Eigenlijk zit hij bij mij in het krijt. Eigenlijk kwam Bita kan dit tegenover Onesimus. En dan kan hij denken van, oké, als ik die Onesimus terugneem, kunnen andere slaven ook misschien gaan denken van, zie je, Onesimus is weggegaan en nu is hij teruggekomen. Dus ik kan ook wel weer weggaan. Dat risico loopt hij ook natuurlijk. Tegelijkertijd is het een geweldig getuigenis van de slaven, voor de andere slaven, om te zien dat Onesimus op eigen titel teruggekomen is naar Philemon. En dat kan een geweldig getuigenis juist zijn, een versterking van het team van slaven van Philemon. Hoe het ook zij, Philemon zal pijn en verdriet hebben gehad. En misschien wat bitterheid hebben gehad, dat staat er eerlijk gezegd niet.
Maar een van de slaven voor wie hij goed zorgde, is van hem vertrokken. En Paulus stuurt Onesimus terug. En dat Philemon hem ontvangt en vergeeft. En dat hij hem ontvangt zoals hij Paulus moet hebben ontvangen. Eigenlijk zegt Paulus, van Philemon, jij betekent zoveel voor zoveel christenen in Colosse. Je huis staat open voor de kerk. Je ondersteunt zoveel christenen dat ze groeien in een geloof met Jezus Christus. En toch vraag ik van jou, Philemon, wil je ook wel in jouw groei en jouw wandel met Jezus? Wil je de kracht van vergeving, van wat je hebt ervaren in relatie met, van Jezus Christus, met Jezus Christus, dat hij jou vergeven heeft van jouw zonde? Wil je ook dat, dus, zeg maar, die kracht laten doorwerken in jouw hart om Onesimus te vergeven? Ogenblikje, sorry. Mijn telefoon rinkelt hier, dat is niet netjes, sorry. Wil je Onesimus vergeven? In andere woorden, Paulus doet een appel aan het adres van, is die schilder, aan het adres van Philemon om Onesimus te vergeven. En dan moet de kracht van vergeving van wat hij heeft ervaren in zijn relatie met Christus doorwerken naar de anderen toe. Eigenlijk is het van, zoals Christus jou vergeven heeft, vergeef ook wel Onesimus. En dan Onesimus. Dit vind ik zelf een hele interessante. De transformerende kracht van vergeving in het leven van Onesimus. Zoals gezegd, Onesimus is een weggeslopen slaaf en woont nu in Rome. Onesimus loopt het risico om met de brief van Paulus in de hand te gaan naar Colosse, zich aan te melden bij Philemon. En Philemon die dan zegt, van, hey, weet je wat is mooi en allemaal mooi en waar, maar ik zal je moeten straffen. En u weet dat de Romeinse, ik zei eerder al, dat de Romeinse overheersing zelf toeliet dat slaven werden gekruisigd. Die ruimte gaf de Romeinse wet de eigenaren van slaven. Dus je zou kunnen zeggen, Onesimus zou met een brief kunnen lopen en teruggaan naar Philemon met zijn eigen doodsvonnis eigenlijk. Eigenlijk daar komen we bij Philemon en Philemon zeggen, het is mooi met die Paulus, maar die zit ook wel nu gevangen in Rome. En hij weet niet hoe ik mijn huishouding draai. Dus jij wordt enorm gestraft door mij, Onesimus. Maar niet alleen het risico van straffen van Philemon, maar ook het risico van de terugreis naar Colosse. Omdat, laten we even kijken naar wat het betekent om terug te gaan van Rome naar Colosse. Colosse was een stad in, zeg maar, het zuidwesten van het tegenwoordige Turkije. En de afstand alleen al tussen Rome, de kortste afstand tussen Rome vandaag en Colosse is 2110 kilometer. Dus het was geen makkelijke reis. Dus de duur van de reis, de gemiddelde reiziger liep 7 uur per dag. Ongeveer met een snelheid van 5 kilometer per uur. Dus zeg maar 30, 35 kilometer per dag zou iemand kunnen afleggen. Met de kortste afstand tussen Rome en Colosse is vandaag 2110 kilometer. Dus de reis van Onesimus zou minimaal 70 dagen kosten. 70 dagen duren. Het is niet even een halve dag lopen of even een blokje om en hij zou zijn bij Philemon. Hij was vertrokken van Philemon en had zo die afstand al afgelegd om te komen in Rome. Nu was hij in Rome, weg van zijn slaaf-eigenaar. En nu moest hij terug die moeilijke route en die lange route om te gaan met de hoop dat zijn Philemon hem zou vergeven. 70 dagen minimaal lopen van Colosse, van Rome naar Colosse. Maar niet alleen de duur van de reis was een probleem. Ook de gevaren van de reis. U weet dat
Paulus in, of laat me voordat ik dit vertel, de gevaren van de race waren deze. De Romeinen hadden 85.000 kilometer aan weg aangelegd vanuit Rome naar al de steden, de landen die ze beheersten. Maar als de mensen over de weg gingen, dan waren er soms ook wel secundaire wegen waar ze overheen moesten gaan. Maar er was altijd het gevaar dat je of beroofd werd, daarom probeerde men vaak niet alleen te lopen, ging men vaak in groepen. Of je werd beroofd, of je had het gevaar van sterke regens waardoor er overstromingen kwamen in de valleien waar ze liepen. Of dat ze werden overvallen door wilde dieren, door beren en wolven. Dus de gevaren van de reis waren niet daar. En Paulus schrijft er onder andere wat van in 2 Korinthe 11, vers 22 en 26. De persen daarvoor en daarna vertelt hij meer over waar hij allemaal doorheen is gegaan. Maar daar hier zegt hij onder andere, voortdurend was ik onderweg, bedreigd door rivieren, ik had het over die overstromingen, rovers, valsgenoten en vreemdelingen, in gevaar in de stad, in de woestijn, op zee en te midden van schijngelovigen. Er is een filosoof en dichter die een paar decennia na Paulus heeft geleefd. En Apuleius, zal ik het even zo uitdrukken. Hij schreef onder andere, er werd ons verteld dat de weg die we wilden inslaan bezaaid was met half opgegeten lijken en schoongeplukte skeletten en dat we met alle mogelijke voorzichtigheid moesten voortgaan en voortdurend samen moesten optrekken. Niemand moest achterblijven, hoe hoger de zon, hoe milder de wolken. Met andere woorden, dat was niet alleen de duur van de reis, 70, dus minimaal 70 dagen lang. Zo Onesimus, hij werd vergezeld door nog een ander, ze gingen met z'n tweeën. 70 dagen lang zou hij zich zorgen moeten maken, niet alleen met de energie die het kostte om te lopen, maar tegelijkertijd al de gevaren van rovers, maar ook van de rivieroverstromingen, met ook zeg maar de wolven en beren die zoveel voetgangers zeg maar aanvielen en doodmaakten. En hier in het verhaal van de filosoof en dichter zien we wat het allemaal betekent. Dat men langs de weg de skeletten nog kon zien of half opgegeten lijken van degene die wordt. Dat alles neemt Onesimus, neemt Paulus en Onesimus in oogenschouw wanneer Onesimus teruggaat. Hij had het getrotseerd die weg om te komen in Rome. En hij zou hebben gedacht, no me making. En nu zou hij terug moeten gaan naar zijn slaaf-eigenaar. 70 dagen minimaal lopen met alle moeite die er en gevaar die er was. Om dan te gaan met een brief in de hand van Paulus om te zeggen, wil jij Onesimus vergeven? De transformerende kracht van vergeven. Onesimus had zelf ervaren wat het betekent om vergeven te worden door Jezus Christus. En nu ging hij terug om vergiffenis te vragen. Dat zou doorwerken. De kracht van vergeving zou doorwerken in zijn eigen leven en dat van Philemon. Hij ging terug om vergiffenis te vragen. Nou, sommige mensen zeggen, sommige christenen zeggen, ik heb mensen eerder horen zeggen, als mijn relatie met God goed is, hoef ik mij verder niet druk te maken om de mens. Met andere woorden, als mijn relatie met God goed is, I'm okay. Als het in de relatie met andere mensen niet loopt, het is hun schuld, het is hun probleem, het is niet mijn probleem, als mijn relatie met God maar goed is. Maar dat is niet Bijbels. Dat is niet Bijbels. Het is omdat mijn relatie met God goed is, werkt dat door in mijn relatie met mijn medemens. Paulus denkt, nu Onesimus tot geloof gekomen is in Jezus Christus en vergeven is van zijn zonde, moet hij dingen in orde maken met Philemon. Omdat hij op een correcte manier van Philemon is vertrokken. En voor Philemon geldt dit dus niet.
dit is niet wat hij vasthoudt. Hij is tot geloof gekomen, heeft zijn relatie met God hersteld, heeft vergeving ervaren en gaat terug om vergevenis te vragen. En hij trotseert een heleboel risico's van, en gevaren en moeite en inspanning om het mogelijk te maken. Ik ken een man die tot geloof is gekomen vele jaren terug. En voordat hij tot geloof kwam, had hij bij verschillende mensen een schuld. Een financiële schuld. Hij had geld bij mensen geleend en had ze niet terugbetaald. Ik denk meer dan 10 mensen. En hij komt tot geloof. En hij gaat naar al die mensen en zegt van, ik ben tot geloof in Jezus Christus gekomen. Vergeef mij, maar ik betaal je geld terug. En hij heeft iedereen tot de laatste cent terugbetaald. Het is niet van, mijn relatie met God is niet goed. Dus de relatie met de mens is secundair. Ja, in die zin is het secundair, omdat de meest belangrijke relatie is met Jezus Christus. Maar de meest belangrijke relatie met Jezus Christus, de transformerende kracht van vergeving die we zelf ervaren. Van liefde, van genade, dat gaat door in ons toepassen van vergeving vragen en vergeving schenken in de horizontale sfeer. En dat is de vraag die Petrus terecht stelde. Hoe vaak moet ik vergeven? Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg, Heer, als mijn broer of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? Jezus antwoord, niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. Hoe zit het met u? Wat is uw leven vandaag? Zit u in de, kunt u zich meer identificeren met Paulus? Dat u vandaag moet denken aan, of denkt aan, hoe kunt u een verzoeningsproces tussen 2 mensen faciliteren? Het proces coördineren. Paulus neemt het initiatief wanneer hij Onesimus discipel en zegt van, hey, weet je wat? De relatie met jouw vader moet iets uitwerken in jouw relatie met Philemon. En hoewel ik je graag hier wil hebben, Onesimus, ga ik je terug moeten sturen. En ik weet, de moeite is daar. 70 dagen minimaal lopen. Ik weet dat je opgegeten kan worden door wolven en dat je door beren kunt worden vermoord. Maar wij gaan God vertrouwen omdat de relatie met Jezus Christus iets moet uitwerken in de horizontale sfeer. En Onesimus die denkt, die heeft ervaren de liefde en genade. Bent u, laat me teruggaan. Bent u een Paulus vandaag? Die faciliteert de verzoening tussen mensen. En mensen helpen in hun discipelschap, in hun groei van hun relatie met Jezus Christus. Om dingen in orde te maken. Of bent u als Philemon. Die iemand, of als Onesimus, laat me daar eerst beginnen. Of bent u een Onesimus vandaag. Die iemand om vergiffenis moet vragen. Omdat er iets verkeerd gegaan is in de relatie. En soms is het dat we denken van, hey, weet je wat, het is zelfs een berg tegenop. Om terug te gaan en om vergiffenis te vragen. En ik kan me voorstellen dat er misschien enorm veel pijn en moeite enzovoort tussen zit. Maar zo was het ook voor Onesimus natuurlijk niet makkelijk om terug te gaan. Maar de vraag is, bent u bereid als Onesimus om die stap te maken en zeggen van, de transformerende kracht van vergeving van God werkt door in mijn leven. En dan zal ik ook wel om vergiffenis vragen aan. Of bent u vandaag een Philemon die vergiffenis moet schenken, die mensen moet vergeven, ongeacht als de persoon u komt vragen of niet. Of Philemon kan hebben gedacht, ik ben zo goed geweest voor deze Onesimus. Waarom heb ik dit te danken? Ik heb me zoveel pijn en moeite berokkend. En dan zegt Petrus, vader, hoe vaak moeten we vergeven? 7 keer? En Jezus zegt, 70 maal 7 maal. In andere woorden, de transformerende kracht van vergeving die we ervaren in onze relatie met Jezus Christus, werkt door on a daily basis in de wijze waarop we met elkaar omgaan. Mogen de Heer u zegenen.
Als u Jezus Christus, als u kijkt en u kent Jezus Christus nog niet, is mijn gebed dat u uw hart opent voor hem. Is mijn uitdaging ook. Opent uw hart voor hem om zelf vergiffenis te ervaren. En met open uw hart bedoel ik daarmee, vraag God om vergiffenis van uw zon. En dan zult u ervaren wat het betekent om vergeven te worden door een levende God. En tegelijkertijd, als u hier zit en u hebt moeite en pijn in relatie, praat met God erover. En misschien moet u een stap nemen als Onesimus om iemand te benaderen. Om vergiffenis te vragen. Misschien moet u de stap nemen als Philemon om iemand te vergeven. En misschien moet u de stap nemen als Paulus om te faciliteren het verzoeningsproces tussen twee mensen. Mag ik voor u bidden. Vader, wij danken u dat u leeft. Wij danken u dat u trouw bent. Wij danken u, Vader, voor de transformerende kracht van vergeving in ons leven. We hebben het gezien in het leven van de zondares die u de voeten van uw zoon Jezus Christus, zeg maar, toen de tranen van haar toonde, die toonde haar berouw en geraakt worden diep in haar ziel door uw liefde en genade. Dat ze de voeten van Jezus Christus afdroogde en kuste en zalfde. Uit dankbaarheid van de vergiffenis die ze zelf ervoer in tegenwoordigheid van Jezus Christus. Zijn liefde en genade. Vader, mogen we ook wij zo geraakt worden door uw liefde, door uw vergeving, door uw genade, dat wij het omzetten in een stukje toewijding naar u. Leven voor u, gehoorzamen van u, het liefhebben van u. Mogen we ook zijn als een Zacchaeus of de Samaritaanse vrouw, die zeg maar niet alleen de vergiffenis van u ervoeren in hun persoonlijk leven, voor zichzelf, maar ook wel iets terug betekende voor derden. Als we dat hebben gezien in het leven van Paulus, Onesimus en Philemon. Wat een pracht van een verhaal, o Vader. Dat Paulus niet gewoon zegt van Onesimus, je bent tot geloof gekomen, het is genoeg. Dat hij beseft dat in de relatie met u dingen goed moeten zitten. Vergiffenis ervaren door u en getransformeerd worden en kracht krijgen om ook anderen te vergeven of anderen om vergiffenis te vragen. Mogen de kracht van uw geest. En ieder die luistert vandaag, zij het via Zoom of Facebook, of die achteraf gaat luisteren naar de opname. Mag uw kracht in uw hart vergiffenis, mag uw geest in uw hart vergiffenis brengen. En mag dat bewerkstelligen over dat er toewijding komt naar u. Een toewijding naar anderen om te vergeven en om vergiffenis te vragen. Wij prijzen u in Jezus' naam. Amen. God zegen, broers en zusters. Nou, ik wil in één adem doorgaan om de bekendmakingen aan u voor te houden. Laten we dan direct doorgaan, zodat de mensen via Facebook ook dat meteen kunnen volgen. Laat me die even sluiten. Ogenblik, ja. Ja, nu moet het wel gaan, denk ik. Waar ben ik nu? Hoe kan ik dat? Oh, hier ben ik. Sorry, mijn mensen, het ging niet zo vlot. Maar hier is hij uiteindelijk. We gaan naar de bekendmakingen. Wat gaat er mis hier?
Angela, yes, sorry. Look at my king. No, als u naar aanleiding van deze boodschap vandaag of anderzijds behoefte hebt aan gebed of gesprek, maak contact met ons. We willen samen met u in gesprek gaan en samen met u bidden om voor u te bidden. U kunt contact maken via de nummers 8630505 of 8520303 met mij persoon of met Irma Novibux. En er is een team van mensen dat zeg maar klaar staat om met u in gesprek te gaan en om met u te bidden. En met betrekking tot onze fysieke diensten, zondag 1 augustus, dat is vandaag over 2 weken, willen we weer een aanvang maken met onze fysieke dienst. En dat is weer om 10 uur in ons gebouw op het woningbouwproject De Schuilplaats. Vanwege de groepsgrootte, de maximale groepsgrootte van 50, is het wel nodig dat u zich vooraf registreert als u zeg maar fysiek aanwezig wil zijn in de dienst. En ik zeg als u fysiek aanwezig wil zijn in de dienst, omdat wij, als we de dienst hebben in ons gebouw, het ook wel via Zoom en Facebook te volgen zal zijn. Met andere woorden, voor degenen die niet fysiek aanwezig kunnen zijn of willen zijn, omdat u denkt van, het is nog niet zo veilig, want we hebben nog 100 zoveel gevallen per dag. Ik dacht dat we gisteren 17 juli 127 gevallen hadden. De dag daarvoor dacht ik meer dan dat. Maar je kunt misschien denken, het is nog niet veilig voor mensen in een risicogroep, of ik wil het risico niet lopen, dat kun je natuurlijk altijd nog via Zoom of Facebook volgen. Maar er zijn ook mensen die zeggen, van, ik zou liefst fysiek willen volgen. Dat kan. Dan kun je zich registreren via ons gemeente-app nummer 8484. Dat is een appnummer waar u zich kunt registreren, zodat wij de groep van 50 niet passeren. Zondag 1 augustus, vandaag over 2 weken, dus weer fysieke samenkomsten. We zijn begonnen met zeg maar 1 uur per week op de donderdag samenkomen voor gebed met elkaar. En dat is via Zoom. En dan bidden we voor verschillende dingen. De gemeente raken, onze persoonlijke noden rakende, het land rakende. Heel hartelijk dank dat u participeert. Voor degenen die er nog nooit zijn geweest, als het kan, graag. Het is een heel rijk moment om zo samen met God, met elkaar tot God te roepen. Donderdag 22, dat is aanstaande donderdag, hebben we wederom onze gebedssamenkomst. Dat is hetzelfde. Dezelfde Zoom-link als we op de zondag gebruiken, zoals vandaag. En dus om 7 uur van 7 tot 8. Hartelijk welkom. Huiskringen. We willen u uitdagen als u nog niet in een huiskring zit. De huiskringen komen voorlopig via Zoom samen. Maar het is een plek waar gelovigen samenkomen van de gemeente. Om elkaar te ondersteunen in hun wandel met de Heer. Er is één in het centrum, de Schuilplaats, Garnizoenspad, Quatta, Leiding, straks weer op Noord. Saramakka, SOB-project van Hattemweg, zorgen op verschillende plekken hebben we huiskringen. Wanneer de situatie dat weer toelaat, dan zullen we weer fysiek samenkomen in de kring, maar voorlopig gebeurt het nog via Zoom. Het is een plek waar je elkaar ondersteunt, elkaar versterkt. En voor deelname in een kring, als u nog niet zit in een kring en u zou willen deelnemen, als u nou bent van de gemeente of niet, als u actief bent in de gemeente of niet, als u lid bent van onze gemeente of niet, als u bezoeker bent, of als u voor het eerst kijkt, het maakt niet uit, u kunt zich aansluiten. Voor deelname maak contact met Iwan Wolfjager, 868-3379. En dan de collecte, die houden we vandaag ook. Zij het niet fysiek dat er een zakje rondgaat, maar wij danken u. U zou ofwel via de kringleden, ofwel via de bestuursleden, uw bijdrage kunnen geven, cash, maar het kan ook wel via de bank. Het kan ook met internet bankieren. Het kan dat u fysiek gaat naar de bank. En daar zijn de rekeningnummers bij de DSB Bank, Giro SRD, Spaar SRD, Spaar Euro en Spaar USD. Bedankt dat u blijft geven. Eerlijk gezegd, blijft ook wel nodig om de verspreiding van het evangelie en het functioneren van de gemeente door te laten gaan. Nou, mag ik nog de zegenbede uitspreken? En dan gaan wij
in kleine groepen in breakout rooms. Gaan we met elkaar delen wat ons heeft aangesproken van de preek, wat we willen gaan toepassen, maar dan ook wel bidden voor elkaar. En de mensen die via Facebook hebben gevolgd, heel hartelijk dank dat u er bent. Ik wil nog een zegenbede uitspreken en dan zien we elkaar of donderdag voor de gebedssamenkomst. En als dat kan, graag. En zo niet zondag, volgende week hebben we weer een online dienst. Ontvangt u de zegen. Mogen de liefde van God de Vader, de genade van de Heer Jezus Christus en de genade van de Heilige Geest met u zijn. Halleluja. Amen.